Welkom bij Climax. Leuk dat je kijkt. Iedere zondag zijn we hier weer om 1 uur te vinden op het kanaal. En nemen we jullie mee op pad om de laatste ontwikkelingen rondom seks en drugs te onderzoeken. Ja, en vandaag gaan we het hebben over chemsex. Dat is eigenlijk seks hebben met harddrugs op. Met bijvoorbeeld crystal meth. Ja, want we zagen al dat er steeds meer meth labs worden gevonden in Nederland. Dat was voornamelijk voor de export. Maar nu zien we dat er ook steeds meer binnen Nederland meth wordt gebruikt. Ja, inderdaad. Daar gaan we het straks over hebben met chemsex hulpverlener Kes Blans. Daryl in de bek. Hallo. En Jamal, jij hebt een item gemaakt? Ja, ik heb met iemand gesproken die ervaring heeft met chemsex. Okay. Ja, daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar eerst even beginnen met de socials. Want vorige week hebben jullie gevraagd of jullie seks tegen de wil ook verkrachting vinden. En 91% van jullie zei ja. Dus overweldigende meerderheid. Ben ik best wel blij mee, want ik vind dat eigenlijk ook. Ben ik ook heel blij mee. Ik vind het echt heel hoog. Ja. Dus dat is wel heel chill. Ja. En we kregen ook wat comments. Nina Hessel die zei bijvoorbeeld, heftig onderwerp, goed dat jullie hierover praten. Ik ben het helemaal eens met de activisten. Schrik ook enorm van de reacties op straat. Mensen moeten meer respect hebben voor elkaar. Ja. Nice. Ja, vind ik ook. Helemaal mee eens. En Ivo zegt, als iemand in het moment niet laat weten dat hij of zij niet wil, en het alleen achteraf aangeeft, hoe had je het dan moeten weten? Je kan het niet ruiken. Ja, maar ja, je kan het niet ruiken toch? Zeg maar, ja, zorg er maar voor dat je het wel ruikt. Ja. Je wilt het toch zeker weten dat iemand het wil? En je kunt het in principe wel ruiken. Ook wel ruiken? Ja. Nee, maar ik bedoel... Ja. Kan je het bij jou ruiken als je zin hebt in seks? Ja, als ik echt zin heb, ja. Oeh. Dan zou je het ook kunnen ruiken. Oké, we gaan het hebben over chemsex. Ben jij al ooit wel eens in contact gekomen met chemicaliën, harddrugs tijdens de seks? Nou ja, ik heb zelf wel een keer seks gehad met harddrugs op, maar ik wist niet van de term chemsex en ik wist niet dat het een heel fenomeen was. En dat het... Wat voor drugs had je toen gebruikt? Speed. Oh ja. Ja, chemsex is dus vooral in de gay community ook populair en het gaat dus echt om harddrugs. Dus bijvoorbeeld drugs als ketamine, GHB, crystal meth, dat wordt ook wel Tina genoemd, dus een Tina party. Crystal en... meth, Christina, Tina. Oh, zo? Ja? Oké, okay, nice. Ja, en je kan dus op datingsapps kan je echt al heel makkelijk dus gewoon checken wie daarvoor in is. Toen ik een jaar vrijgezel was, toen heb ik geprobeerd Grindr een beetje uit te spelen. En toen was ik echt heel actief. En toen kwam ik het wel heel vaak tegen al dat mensen het echt zo op hun profiel zeiden van... ik doe aan chemsex. Maar echt dat het ook echt de insteek was van mensen om dus op die manier te seksen. Gaf wel aan dat ik dacht van, oh ja, dus dit is wel een ding. Ja. Ja. Ja, en wat me verbaast is dat het voornamelijk met crystal meth en GHB is. Ja, überhaupt crystal meth. Ik had echt zoiets van, holy shit jongen, wordt dat dus in Nederland dus zo heftig gebruikt? Ja? Dat was voor mij echt een soort van altijd, het gebeurt alleen in Amerika en zo. Ja, en Jamal, jij bent dus op pad gegaan. Ja, ik heb met iemand gesproken die dus ervaring heeft met chemsex. En hij is dus nu verslaafd aan crystal meth en GHB. Die GHB moet je zelfs om de 2 uur nemen nu. Dus, Oei. Oké, laten we even kijken. Ja, de eerste keer dat ik het deed, dat was met een ecstasypil. Mm-hmm. En ik voelde gewoon al die tintelingen in mijn lijf en alles was gewoon 100 keer zo extreem als normaal. En op een gegeven moment ga je natuurlijk verder experimenteren. Het hoeft niet altijd, maar je gaat verder experimenteren met drugs. Ja. En dan merk je gewoon dat er bepaalde aphrodisiacs, noemen ze dat, zijn. Waardoor je gewoon langer door kan gaan, meer seks kan hebben, met meerdere mensen tegelijk kan gaan. Ga zo maar door. En wat gebruik je dan het liefst erbij? Persoonlijk is dat crystal meth en GHB. Dat begon eigenlijk met ecstasy. Toen op een gegeven moment toen vond ik ecstasy eigenlijk, werkt. Op een gegeven moment, als je het te vaak gebruikt, werkt het natuurlijk niet meer. En crystal meth, toen dat eenmaal begon, aan het begin was het leuk, maar het is gewoon echt een zwaar verslavende drugs. Dus het is gewoon niet leuk, zeg maar. Welke impact heeft chemsex dan op jouw leven gehad? Nou ja, dat ik eigenlijk gewoon niet meer echt... Ik kan voorstellen hoe het is om seks te hebben zonder drugs. Het is zeg maar een soort van met elkaar verbonden. Ik kan het niet meer los van elkaar zien. Omdat het gewoon twee dingen zijn die dopamine aanmaken. En je wil constant maar die high hebben. En dus ja, het is voor mij wel echt een probleem geworden, ja. Ja. En heb je nu ook iets bij je? Ik heb een aantal dingen meegenomen, ja. Dit is in ieder geval GHB. Dan heb ik ook crystal meth,
Meestal krijg ik in een zakje of het is een soort van kristalvormig poeder. Het geeft meteen een effect. Het blijft echt heel lang werken. Gebruik je het ook wel eens in combinatie? Meestal met GHB, ja, ja. Ik denk dat crystal meth eigenlijk ook altijd wel in combinatie wordt gebruikt, ja. Waar vind je dan de mensen die ook zin in chemsex hebben? Ik denk voornamelijk op dating apps. Ja, als je het echt snel wil hebben, download Grindr, vraag, heb je chems? Ja, en dan mag je zo komen. Ja. Ja. Ja, nee, weet je, je gaat naar een profiel. Je kan hier zelfs bij je instellingen kan je inzetten wat bijvoorbeeld je positie is, je lichaamstype, maar ook... Of kan je ook filteren erop? Ja, je kan erop filteren. Je kan niet, nee, dat kan niet. En dat is ook wettelijk verboden. En hoe weet je dan dat iemand op zoek is naar chemsex of wat ze gebruiken? Meestal ga je dan naar een profiel toe en dan stel je een vraag met are you into chems? Of gebruik je drugs? Dat soort dingen. En meestal krijg je een ja of en dan nee. Moet je dan echt aan elkaar vragen of staat het ook al op het profiel zelf? Soms staat het ook op het profiel zelf. En ja, ik kan zo snel even niet een voorbeeld vinden, maar er staat er meestal chems friendly. Oh, ik krijg helemaal buikpijn als ik dan die jongen zo zie. Toch? Ja, ja. Absoluut. Ondertussen is Kes aangeschoven. Nou zie je dus bij Tim wel dat het niet zo is van hoi, ik ga leuk aan de chemsex, maar dat het echt zo in stap voor stap eigenlijk zo is gegaan. Ja. Is dat iets wat je vaker ziet? Het gaat heel geleidelijk. Je bent een feestje geweest, je hebt ecstasy opgehad en je hebt seks en je denkt, oh dit is leuk. Ja, zo langzaam kan je die kant oprollen. Het is niet zo dat je altijd die kant oprolt, maar zoals je kan zien, kan het toch wel naar worden. Ja, voordat we verder gaan, ben ik eerst even benieuwd wat jullie vinden van deze stelling. Seks en harddrugs zijn een goede combi. Laat even weten, kunnen we even weten hoe jullie daarover denken. Kes, wat vind jij? Het kan absoluut een hele goede combi zijn. En meestal gaat het ook hartstikke goed. Het is niet elk verhaal dat zoals Tim, dat is een hele, hele, hele kleine groep. Maar het is wel heel heftig en het is meteen ook heel hard. Maar spreek je uit eigen ervaring dat het heel leuk kan zijn? Ik heb het wel eens gedaan. Ik heb zelf nooit crystal meth en GHB gebruikt. Een vriend van me is overleden aan GHB en crystal meth vind ik eng. Ja, want jij bent zelf chemsex counselor. Wat is dat? Klopt, ik ben peer counselor. Dus ik ben ook zelf gay. Ik ken de scene goed. Mannen kunnen naar ons toekomen om te praten over chemsex, over hun vragen en dat soort dingen. En ik ben ook theatermaker en ik maak een voorstelling over chemsex op het moment die volgend jaar waarschijnlijk gaat spelen met Pride. Ja, want Nederland staat dus nu op nummer 1 wanneer het gaat om chemsexgebruikers in heel Europa. Waarom is dat, denk je? Waarschijnlijk omdat het hier gemaakt wordt. Heel veel drugs, ecstasy labs zijn overgegaan op crystal meth. Want ze hebben de connecties al, dus het is heel makkelijk om meer geld te verdienen sneller. Drugs is relatief goedkoop in Nederland. We hebben ook daar geen hard bewijs voor waarom dat nou precies is. Kan je zeggen dat chemsex altijd slecht is? Nee. Is het nee? Zelfs met crystal meth, ik ken mannen die 2 keer per jaar doen, een stel. En die plannen dat echt in, hebben een week daarna vrij, nemen ze. Nou, dat doen ze 2 keer per jaar. Echt als een uitje of zo? Als een uitje, ja. Als een soort van, nu is het echt even ontspannen. Ja. Maar crystal meth is natuurlijk veel zwaarder. Ja. Is dat niet een soort van elixir voor gewoon je eigen graf graven? Ik persoonlijk zeg, begin er gewoon niet aan. En ik heb veel mensen gehoord ook die echt spijt hebben dat ze die eerste spuit gezet hebben. Die altijd zeggen, had ik dat maar nooit gedaan. Ja. Want het doet ook iets in je hersenen. Dus het combineert seks en drugs zo erg in je hersenen dat het heel moeilijk is om ooit ervan af te komen. Ja, want dat vraag ik me af. Want ik weet bij bijvoorbeeld cocaïne en alcohol. Ja. Dat als je dat samen gebruikt, ontstaat er een derde stof. Wat ervoor zorgt dat als je cocaïne gebruikt, heb je zin om te drinken. En als je drank gebruikt, heb je zin om coke te gebruiken. Klopt, ja. Zou je dat ook zo kunnen zeggen bij chemsex? Het is niet dat het een stofje aanmaakt, maar wel dat je hersenen verbinden het wel aan elkaar. En ik ken mannen die bijvoorbeeld al 5 jaar lang helemaal vrij zijn van crystal meth. En eigenlijk nog steeds geen seks kunnen hebben. Ja, heftig, helemaal hè? Helemaal geen seks kunnen hebben. Nee, gewoon. Intimiteit lukt wel weer. Als je 3 dagen achter elkaar keiharde, grenzeloze porno kan hebben. Ja. Ja. Dan is het op een gegeven moment helemaal niet leuk meer om het anders te doen. Waarom denk jij dat het nou zoveel wordt gebruikt onder gay mannen? Ja, dat is een goede vraag. Het zijn gewoon rouwdouwers. Nee, ik denk dat schaamte het grootste woord eigenlijk is. Je groeit op met, oh gay is vet slecht, het is gay. Dus je denkt dat het slecht is. Ja. En eigenlijk wil je helemaal niet die bottom zijn en dat je geneukt wordt. Want ja, dan ben je echt wel een mietje. En omdat je je al zo voelt, reik je sneller naar dingen waar je je prettig door kan voelen. Ja, dat je gewoon even niet over na hoeft te denken. Dat je niet die grens hebt, dat je niet die schaamte hebt, dat je die niet voelt. En dat geeft gewoon een opluchting. En die grenzen waar je het net over hebt, is dat geen probleem? Dat
mensen eigenlijk minder grenzen hebben tijdens de seks, maar ook qua veiligheid. Ja, ja zeker. Dus dat zie je veel. Mensen gaan keihard door met vaak zonder condoom of met visten. Je grenzen worden totaal opgerekt. Dus je gaat allemaal dingen doen die je helemaal niet misschien had bedacht van tevoren dat je wilde. Daardoor kan je dus, en je raakt sneller SOA, kan je sneller krijgen. Niemand houdt zich echt naar regels. Mensen delen spuiten. Ja, het wordt gewoon roekelozer. Ja, veel roekelozer. En de comedown van crystal meth is heel heftig. En dan ga je ook nog schaamte voelen over wat je eigenlijk gedaan hebt. Wat je eigenlijk niet had willen doen misschien. Waardoor je weer sneller toch weer teruggaat. Omdat je het toch weer even goed wil voelen. Ja. Ja, ik denk wel dat we kunnen stellen dat seks met drugs op kan leuk zijn. Crystal meth blijft daar gewoon lekker van weg. Ja. Toch? Eens. Dan gaan we afsluiten met iets leuks. Namelijk het favoriete spuiten en slikken nummer van onze gast. Ja, Tame Impala, Let It Happen. Oeh. En waarom? Het is gewoon heel fijn om seks op te hebben. Met drugs op? Nee. Oh, kan ook. Kan ook, ja, absoluut. Oké, dankjewel. Bye, vergeet niet te liken en te abonneren. Doei.